Ja, dat zometeen. Nu eerst dit. Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië zijn ruim 1,5 miljoen Syriërs gevlucht uit hun land. Velen naar buurlanden zoals Jordanië. Van die vluchtelingen is 60% kind. Khaled, 12 jaar. Als hij het lied van de revolutie zingt, breekt hij. Maar over wat hij heeft meegemaakt, kan hij schijnbaar onbewogen vertellen. Het groepje kinderen stak zonder ouders de grens over naar het veilige Jordanië. Bang waren ze niet en ze zouden zo weer terug willen, zeggen ze. Everybody here has a story of someone that has disappeared, someone that has been arrested, someone that has been killed. Some children say, you know, they've been tortured themselves. So they've been going through enormous amount of stress over the last 2 years. Then they had to leave their home, they had to cross that border, and then they arrive in this environment that is like nothing they knew before. Er is tekort aan alles in het vluchtelingenkamp Zaatari, toevluchtsoord voor meer dan 175.000 Syriërs. Het grootste probleem is water in het woestijngebied waar het kamp steeds verder groeit. De vluchtelingen overleven. Er is geen tijd om stil te staan bij wat er gebeurd is. They sort of switched their brain to go through that violence, to be able to survive. They went to survival mode. Here what you're trying to do is try to reconnect them with whom they are, with their childhood, and you know, to be able to be children again, basically. Een groep muzikanten uit Nederland, onder leiding van dirigent Merlijn Twaalfhoven, geeft muzieklessen aan kinderen in Jordanië. Bassam Al-Ghouri is zelf Syriër. Hij werd geconfronteerd met de oorlogstrauma's van de kinderen. Echt, de eerste keer was daar, ja, ik heb geen kinderen gezien. Het was echt, ja, een heel veel serieuze, een heel veel verdriet. Iedereen wil echt revolutiesong doen. We willen graag iets doen. We doen een slag in Syrië. We doen een slag in Syrië. Maar we doen een slag. Ja, je kijkt naar de verschil naar de eerste dag en de laatste dag, dan ja,
Het is een heel groot verschil. In de end, de kinderen alleen maar, willen alleen maar zingen en een mooie tijd hebben en vlinder te maken en muziek en ritme. We have succeeded in our mission. Ja, een klein ding te doen. Misschien, ja, misschien is het niet een heel groot ding, maar denk ik, het is heel belangrijk. Ja. سوري يا رباح الروح ما بتح من اللي الأحرار والخاين يطلع برا مثلك انت يا بشار بالعزيم وبالأصرار يا همتنا القوية بالعزيم وبالأصرار همتنا القوية. Ja, aanstaande donderdag doet Nieuwsuur in een special uitgebreider verslag vanuit Syrië en Jordanië. Met onder meer verslaggevers in het oorlogsgebied en in de Syrische hoofdstad Damascus.